Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Metabots, a Rakusho versus Metabee version. En ik ben met, Paddy, met Jordi. Ik heb geen roze haar. Paddy ook niet. Paddy had roze haar. Dat klopt, maar die heeft het nu niet. Nee. Maar Paddy blijft van mij altijd roze haar hebben, dus ook heeft hij geen roze haar, heeft in mijn hart gedachten. In gedachten heeft hij roze haar. Ondertussen ben ik voorbij dat stuk met het huis en de oude dame. Okay. En kom ik langzaam zeker weer bij jou in de buurt. Dat klopt, ja. Maar ik zou het wel mooi vinden als wij vanavond tenminste iets hebben gedaan. En niet... Ja, we zijn vandaag op de bergen. Wij komen niet uit de bergen. Nee, ja, dat wordt lastig. Want ik denk dat ik hier echt nog wat mee bezig ben. Hmm. Ja, ik ben nu gewoon heel erg lui. Ik zet alles op auto. Echt? Wauw. Dat je zo wil winnen. Nou ja, de fights gaan er niet sneller van. Je zou zeggen van wel, want je hoeft niks te kiezen, maar die 2 seconden... Ja. Dat valt niet sterk. Ja, en de game heeft iets meer idee van hoe de game gespeeld moet worden. Dus weet je wat, dan laat ik de game wel mooi spelen. Daar zit wat in. Daar is over nagedacht. Want ik ben nog steeds van mening van, oké, doe scout, verhoogt attack en dan kan je dingen doen. Maar ja, dat is blijf ik nog gewoon een raar iets vinden. Ja, nee, ik heb niet eens scout, dus ik heb geen idee. Ik val gewoon elke keer aan. Kijk of ik raak of niet. Ja. Ik vind het zelf alleen iets te moeilijker. Moeilijk iets. Zie je, want de ene keer raak ik de press wel en de andere keer niet. Kom op, doe de metaforce op de bovenste alsjeblieft. Yes! Kill hem ook alsjeblieft. Ja! Nice! Zie! Oké, tik tik tik. En we lopen maar gewoon domdoor. Alles weer op auto. Zo. Dim is. Die hele gemaskerde muchacho komt weer. En je kan zo duidelijk zien dat het Koji moet zijn. Volgens mij moet het Koji zijn hoor, ja. Wacht even, die met dat hele simpele smiley masker? Ja. Yeah. Ja, maar dat is toch de shopkeep? De shopkeep? Ja, de shopkeeper. Dat is toch de gemaskerde man van Metabots. Oh, ik dacht dat het Koji was. Nee, het is niet Koji. Maar als mensen ooit achterkomen dat het Koji is, dan... ik denk dat Koji dan Sudoku gaat doen. Ja. Nou, ik ben nu ook bezig met die pingwings en ik snap precies het probleem wat je hebt met die pingwings. Ja. Oké, dit is dan alleen eens een klote. Een chain reaction, weer mijn ding kwijt. Nou, kom op. Raak nou een keer iets. Ik haat fights met dingen met de hoge evasion. Yep. Want het slaat ook gewoon compleet nergens op. Zo van, ja, jij kan ons gewoon niet raken voor 20 beurten, ja. Oké, prima. Ja, maar dan. Maar mooiste vind ik dan wel van... Wij kunnen hun niet raken, maar hun kunnen ons wel raken. Yep. Er is ook geen balans in dit alles.
Het is niet zo van, oh, ze hebben hoge evasion, dus heel laag HP. Nee, want ze hebben nog steeds hoger HP dan meer een deel van de parts die ik heb. Dus wat doet hey, ik heb een template. Oh, ik heb alleen geen medal, maar... Oh, je hebt een nieuwe timpart. Ja. Nice. Hé. Zie je, en dan raak ik eindelijk iets en doet me 8 damage. Ja, dat is wel heel zet, ja. Ja, ik moet resetten. Dit is zo onzin. Onzin. Als we, die doe ik heel graag verslaan. Als we zo meteen door dit stuk heen zijn, hebben we dan nieuwe onderdelen in de shop? Ja, dat is exact wat ik net dacht. Want het is hartstikke mooi om te gaan farmen naar die dingen, maar dan zit ik er wel zo in van... Ik wil gewoon een hele medabot. Ja, gewoon in één keer een hele medabot. Dat klinkt ook gewoon veel beter dan... Nee, sorry, je moet toch nog een half uur wachten. Alleen je krijgt wel weinig geld, zeg maar. Ja. Je moet echt items verkopen. Ja, je moet ook je spul verkopen in deze. Dat is zo'n bullshit dat als de meta part waar die op gericht was kapot is, dat je dan niks hit. Mm-hmm. Press nu! Ik weet nu wat. Jij loopt eigenlijk helemaal niet achter op mij. Je hebt gewoon een stuk gedaan al wat ik nog moet doen. Mogelijk. Of iets wat jij wat gewoon sidequest was, wat niet belangrijk is. Wat ook gewoon heel goed kan. Mm-hmm. En nu maar kijk, als daar een medal ligt, die heb ik toch wel graag. Mm-hmm. En twee medals zelf, want jij zegt dat je er twee meer dan ik heb. Ja, maar die tweede. Mm-hmm. Want ik heb de Kuwagata wat Rokusho is. Ja. Ik had de snake die gewoon ergens in die plek was waar je een keer als meisje in moest, naartoe moest. Oh, oké. Okay. Nou, toen heb ik de aap gepakt, het zat voor jou voor lab. Mm-hmm. En de vierde lag gewoon, heb ik gewoon gekregen. Omdat ik met mensen praatte. Dat jij zei in de prullenbak, maar dat was dus niet serieus. Nee, niet serieus. Het was een ninja prullenbak. Okay. Zelfde idee. Tuurlijk. Maar ja, ik denk nu dat ik er misschien eentje heb gemist, want ik kwam een andere ninja ook nog tegen. De enige ninja die ik ben tegengekomen is die ene gast die... Op dat eilandje. Ja, op dat eiland. Ja. En ik heb zo'n idee dat die misschien nog een medal had gegeven als ik iets anders had gedaan. Ja, laat maar. Die hermits zijn tenminste makkelijk om te verslaan. Welke? Die hermits of zoiets, hoe heet die gasten? Oh ja, gewoon de hermits, want die hebben die anti-air dingen. Ja. Ja, maar die kan je ook, zo neerhalen. Mm-hmm. Het wordt wel een beetje repetitive dat ik een aantal achter elkaar moet vechten. Op dit eiland. Ja. Ik denk dat ik deze fight weer opnieuw mag doen. Ja, is dat tegen die rubber? Nee, niet tegen. Oh. Het is gewoon tegen die old woman met die haai. Oh ja. Want die is nou op dit gebied is die nou sneller. Omdat het zand is en die kan nu gewoon. Die ontwijkt ook allemaal boelen. Ja, mag gaan resetten. Want dan zie ik al de bui hangen van ja, dus 10 damage, chain reaction, klaar. Yeah. Ik ga denk ik maar gewoon rubber robo metals maar vaker gebruiken, want fuck it.
Ja, ik snap wel dat je dat doet hoor. Ja. Oeh, ik word gepressed. Zeven. Ah. Nee? Nee, niet acht. Kijk, heb je nog iets aan... Dit kan de final blow zijn. Ja, als ik crit, dat moet wel een final blow zijn. Ja, nice. Ja, fuck it, toen nog allemaal dit is. Want ik doe, ga waarschijnlijk nu daar weer een rubber robo fight. En die heeft niet die slang. Dus ik ben dat ik denk dat ik nu ongeveer bij jou ben. Ik krijg een bear medal. Dat is mooi. Krijg jij dat ook of niet? Nee, ik kreeg een andere, maar ik kreeg volgens mij een octopus-achtig iets. Hmm. Dus ik denk dat weer het verschil in zit. Yep. Ontwijk weer de boel. Dit is echt gewoon van dingen waar ik niet tegen kan. Waar je gewoon geïrriteerd van raakt. Ja. Kijk, wat als Els iets mis, prima. Maar geef me gewoon een accuracy ding van... Nee, dit moet je niet doen. Niet zo van... Ja, het lijkt niet alsof je het kan ontwijken, maar hij kan het toch wel. Ja. Ja. Dat klinkt wel als hoe het werkt. Ja. Skill up shoot. Maar ja, jij zei dat je een timpet had, nu heb je een derde medal, dus huppakee. Ja. En dan ben ik echt aan het nadenken van, oké, wat is dan wijsheid in dit verhaal? Moet je dan de dingen gaan aanpassen naar een soort van Silex? Dat je sneller kan bewegen, maar als je sneller kan bewegen, word jij weer geraakt omdat een beetje het anti-air verhaal is. Yep. Ja, als het een beetje het anti-air verhaal is, dan word je ook gewoon neergehaald. Dus... Ik vind het maar een raar verhaal op sommige dingen. Yep. Dat sowieso. Die hoort hierbij. Ik heb nu wel allemaal hele bots. Met allemaal... Compatibility. Compatibility, ja. Nice. Oh, dat is alweer close. Maar ik ga nog wel even die ene medal halen in het warenhuis. Als ik daar nog kan komen. Ik mag deze fight zometeen waarschijnlijk weer opnieuw doen, want ik ben net geraakt door iets wat mij vertraagt. En ik heb één keer geëerd. En ik ben 10 seconden verder. Dat schiet niet op. Nee. Ja, en dan wil ik eigenlijk chargen, maar dat kan niet, omdat... Dan heb je zo'n bind die letterlijk een eeuw duurt. Zo'n, die spinnenweb, zeg maar. Ja, die spinnenweb, ja. Want dan ben je gewoon een uur kwijt. Dus dan moet ik de fight weer opnieuw doen, dan moet ik weer resetten. Ja, dan kan ik de fight niet winnen om zo'n onbenullige reden. Ik ga echt die rubber robot met ons maar gewoon... Als ik ze kan bewaren, dan gewoon... Ik verbras ze allemaal de hele tijd, hoor. Ik gebruik ze allemaal elke keer. Ja. Nou, tijd tegen de rubber robot. Oh ja, dat zat zo volgens mij. Volgens mij, als ik me goed kan herinneren... Kan de onderste lijn niet de bovenste lijn raken. Ja, oké, maar dat is op zich logisch. Net zoals triple battles. Ja.
Maar in plaats van dat ze je dat zeggen, ja, moet je daar maar gewoon achter komen. Precies. Kom op, raak nou gewoon even domme keer een paar van die dingen. Dank u. Doet het ook wat? Nee. Dan is het weer zo'n hit van 8 waar je geen kloot aan hebt. Nou. Dan chargen we maar met de force en gaan we van die manier weer verder proberen te komen. Die battle heb ik best wel vaak opnieuw moeten doen tegen die Robo. Ja, maar ik ben heel eerlijk, ik vind hem niet moeilijk, want hij doet niet zo heel veel. Nee, dat is waar. Maar je mist iedere keer. Mm-hmm. Dat is het probleem. Wat koos je eigenlijk net voor Timpets? Of heb je gewoon door de tekst heen geskipt? Nee, je moet, je kan niet kiezen. Je moet tussen twee dozen moet je kiezen en je ziet niet wat erin zit. Oh, oké. Okay. Welke doos koos je? De kleine of de grote? De kleine doos. Oké. Okay. Oh, je wist wel dat het de kleine en de grote doos was. Het is Mario Party, logica, hè? Als je twee dozen geeft, dan is het waarschijnlijk een grote en een kleine doos. Dat klopt wel. Want dan ga je... Oh, je kan wel de bovenste raken met de onderste, ik wou al zeggen. Want zo redeneer ik dan weer, als je twee dozen geeft, dan kunnen ze wel twee van de vergelijkbare dozen geven, maar dan kunnen ze het gewoon randomize iedere keer. Ja. Nou, en laat ik even eerlijk zijn, deze game is bullshit, maar ik denk niet zo bullshit dat ze je random dingen gaan geven. Nee. Als het hetzelfde zou zijn bij jou, ik heb net weer een jongetjes trumpet gekregen. Oké, dus dan neem ik... Zou jij de grote doos moeten kiezen? Dan neem ik de grote doos zometeen wel. Puur voor variatie. Ja. Kom op, raak tenminste even één ding kapot. Please. Anders moet ik eerst de fight zometeen opnieuw doen. Echt, die damage is ook gewoon 3 keer niks. Drie keer niks is ook niks. Nou, ik vind het gewoon kloten, want ik heb hem... Ik kan letterlijk die eerste zo neerhalen, alleen... Ja... Omdat het strand is... Je raakt elke keer niet. Ja, ik raak iedere keer niet. En het, omdat het strand is, kan ik niet een paar keer met de force chargen. Mm-hmm. Omdat Rakushu gewoon fucking traag is in deze. Maar je krijgt ook... een kwart, zeg maar, of 20 metaforce points als je geraakt wordt. Ja. Ja, en de winnaar is Rubber Robo Game, wat fucking oneerlijk is, want ik heb zowat geen HP verloren. Je moet tegen die oude man met die laserbloemen. Ah. Nee, die is wel leuk. Omdat hij letterlijk waar niks doet, helemaal. Nou, laten we weer proberen met deze. Je ziet ook elke keer skill up staan, zeg maar. Ja, maar dan wordt de skill ook beter. Wat dat inhoudt, ik heb letterlijk waar geen idee. Want nee, precies. Voor mijn idee is de hoeveelheid damage exact hetzelfde. Ja, voor mijn idee ook. Maar ja, dit lijkt me ook zo'n game waarin je, als je geluk hebt met de parts, ook gewoon de game kan breken. Ja,
Het probleem is, je moet zeg maar, de final boss, dat zijn drie van die gold bots, zeg maar. En die zijn fucking goed. Hey. Justin en ik waren daar op een gegeven moment. En toen hadden we zeg maar die bots erin gecheat. Ja. En toen nog konden we niet makkelijk winnen. Nee, maar ik bedoel meer van, we zijn nu bezig in een strandgebied, hè? Mm-hmm. Dat je bijvoorbeeld wat stranddingen had kunnen krijgen van de battlebots en opeens de fight een stuk makkelijker is. Ja, precies. Zo bedoel ik het meer. Kijk, dat wij zes parts zometeen bezig zijn om alleen maar de final battle te doen, ja. Daar ging ik al vanuit puur kijken naar hoe dit al ging. Mm-hmm. Floro. Want ik ben nu letterlijk alleen maar support aan het doen om mijn attack rate te verhogen. Mm-hmm. En pas na twee keer zo'n ding te doen, raak ik, maar doe ik alsnog maar 10 damage. Ja, zeg dan tegen mij maar wat dan handig hier is. Want ik heb dan letterlijk wel geen idee. Want ik kan wel metaphors gaan spammen, maar ja, daar word ik waarschijnlijk ook niet beter van. Nee, precies. Want die snelheid haal ik niet eens. Ja, ik doe gewoon te weinig damage. Ja, ik hoop maar dat ik tenminste zometeen maar één onderdeel van hem neer kan halen. En dan verder kan. Nou ja. Dan gewoon stalen omdat je meer onderdelen neer hebt gehaald. Ja, precies. Ja. Maar ja. Want ik heb nu ook een soort van rare hybride tussen anti-air en iets anders. Maar ja, voor mijn gevoel doe ik ook gewoon niks er tegen. Nee, precies. Hey, chain reaction meteen zijn kop neer. Klaar. Yay. Nou, dat wil je hebben. Nou, en dat vind ik op zich het meest onzinnige van deze hele game. Je kan nog zo goed vooruit plannen. Mm-hmm. Het maakt niet uit. Puur, alles is puur random. Yep. En ik ben verkeerd gelopen, dus je kan me weer bijhalen. Yay! Maar heb je nu alles met die... Oké, je hebt dus de beer. Wat ben je nog nu meer aan het doen? Moet je ondertussen niet al lang uit? Ja, maar je moet eerst Erika nog vinden. Oh. Hey Erika, ik heb een scoop gevonden. En kijk, daar is Erika. Oké, nou hebben wij de brief gevonden. Gaan we safe, want ik heb geen zin om dit zometeen opnieuw te doen. Game data saved. Als ik met sommige fights al weet, dit wordt hem niet gewoon. Ja. Reset. Echt. Zo. Zo irritant dat je wild battles niet kan runnen. Nee, ja, kan wel, maar dan heb je zo'n robo metal nodig. Ja, maar die heb je bijna niet. De hoeveelheid van die medals, die staan niet goed tegenover de hoeveelheid battles die je krijgt. Mm-hmm. Zo.
We hebben een grote doos en een kleine doos. We pakken de grote doos. Wat zit in de grote doos? Een female tin pet. En een dollar. En $1 en een hele metapart. Dus je had een grote doos moeten pakken. Ja, blijkbaar. Want ik kreeg geen metapart. Wel $1, dat wel. Ja. Nee. Nou, wel fijn dat je je female hebt die je graag wil. Ja, ik heb alleen geen parts ervoor. Geen goede middel ervoor. Maar het zij zo. Hmm. Oké. Itchen wij een mooie ride. Gaan we mooi terug. Okay. We hebben nog steeds die fucking jurk aan, hè? Yep. In dat opzicht is het wel een hele rare game, want we zijn naar verhouding niet zo heel veel opgeschoten. Maar het is wel dat je al twee keer een jurk aan hebt gehad. Ja. Ja, dat is waar. Ik denk dat we nu echt ongeveer even ver zijn. Heb je Erika al gevonden? Nee, ik heb Erika nog niet gevonden. Ik dacht van, weet je wat, want ik zat nog steeds te twijfelen met die eerste ninja, dat ik misschien nog dat stuk terug kan. Ja. Maar ik kan niet. Zullen we dus de aflevering beëindigen? Ja, is goed. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog, dan zie je heel erg bij de volgende aflevering van Metabots. Tot ziens, doei.